Ja, kijk, dat is een enorme boete. Hoe is het mee? Goed uit, hè? Oh, ja, prima hoor. Als ik jou zie, ben ik altijd blij. Hè? Je ziet er nog steeds op en top uit. Kom er maar in. Ja, mag ik binnenkomen? Ja, ja. Als je de schoenen maar uit doet. Echt? Ja, je flauwt. Je hoorde zojuist de aankomst van Royston Drenthe bij de woning van zijn oude trainer Foppe de Haan in Friesland. Later volgt een aflevering waarin we verder praten over het bruisende leven van Royston zelf. Maar deze mooie reunie tussen dit iconische duo wilde ik jullie niet onthouden. Royston en Foppe leven in totaal verschillende werelden, maar blijven toch voor altijd stapelgek op elkaar. Geniet van de aflevering. Disparo muy lejano de Drenthe, golazo! Golazo de Drenthe! Ha sido gol. Lo está dando un Diano, golazo. Golazo de Drenthe que se va al banquillo a celebrarlo con Schuster. Qué zapatazo ha pegado con la zurda. We zitten hier vandaag in het huis van Foppe de Haan. Hartstikke fijn dat we hier welkom zijn. Ik zit zoals altijd met mijn collega, zoals jij het al noemt, compaan. Zeker weten. Royston Drenthe. En, we moeten het wel professioneel halen, dus collega's met elkaar. En we zijn hier vandaag om te praten over jullie band. Natuurlijk over dat toernooi van 17 jaar geleden, de Olympische Spelen die jullie hebben meegemaakt. Maar Foppe, om bij u te beginnen, mag ik u zeggen of is je... Het mag wel, als het maar fatsoenlijk is. Hè? Ja. Hoe gaat het met je? Best. Als je naar mij kijkt en mijn leeftijd in oogschouw neemt, dan heb ik het nooit over. Ik ben 80, maar dat voel ik dus absoluut niet. Ik ben hartstikke gelukkig met wat ik heb en wie ik ben. En ik doe nog wat mooie dingen, dus eigenlijk gaat het heel best. Waar ben je momenteel allemaal druk mee? Ferry de Haan, de directeur van Heerenveen. Ik zeg altijd meneer de Haan. En dan zegt hij, oké, meneer de Haan, bent u er weer? Ja, meneer, ja, meneer de Haan. Nou, die heeft me gevraagd om binnen de opleiding te helpen. Om de hoofdopleiding is weg. Die is ergens in november gestopt. Er moet een nieuwe komen en zij is ook wel mee bezig. Maar die tijd moet niet gevuld worden, maar er moet wel iemand zijn die met ze praat over voetballen, over trainen, over welke kant gaan we op en hoe doen we dat, een nieuw plan maken. Nou, daar ben ik mee bezig. Dus dat is wel redelijk intensief. Dat doe ik per dag een paar uur besteken aan, soms ook wel langer. Ik ga op zaterdag kijken naar het voetballen, dat bespreek ik ook met ze. Ze hebben allemaal hun manier van trainen aan me uitgelegd, daar heb ik op geschoten. Nou ja, eigenlijk probeer ik dus de kennis die ik heb en de vaardigheden die ik heb opgebouwd in de loop der tijd over te dragen. Maar dan heeft het ook zin gehad. Hè? Ja. Ik had eigenlijk niet anders verwacht. Je had niks anders verwacht? Nee. Bij mij blijft het altijd trainen. Trainen, ja, dat moet ook. Ja. Sowieso, dat is iets wat altijd erin is gebleven als ik je zie, is het altijd trainen. Ja. Bij mij is het nooit meneer Foppe de Haan of bij mij is het altijd trainer. Omdat is ook de reden, zo ben ik natuurlijk ook opgegroeid als kleine jongen bij u in de groep. Maar ook hoe ik u nu zie zitten, zeg maar, ik had eigenlijk nooit verwacht dat u zeg maar, de trigger zou vinden om helemaal zeg maar, het afstand te doen van een stukje voetbal. Dus het verbaast me eigenlijk niet dat u dit nu zeg maar, nog steeds doet. Waar de meesten zouden kiezen rondom uw leeftijd van echt te genieten van hun pensioen. Maar ik denk dat u dat ook nog steeds doet, want ik denk dat het stukje voetbal echt genieten voor u is. Ja, ja. Ja, je maar ik had niet anders verwacht om te horen dat u zeg maar niks meer deed rondom voetbal. Bij mij is pensioen een soort glijdende schaal. Hè? Dus toen ik bij Jong Oranje was, toen werd ik al 65 volgens mij. Nu bent u 80 en het was in 2007. Ja, en ik ben daarna ook naar Afrika geweest, naar Kaapstad. En dat was dus rondom 69. Dat was ook nog een echte job, toch? Ja, dat was nog een job, toch? Een mooie job, trouwens. Ja, nee, maar Barbara had een mooie job. Het was nog een echte job. Was nog echt gewoon. Ja, maar ik had ook nooit het gevoel dat ik met pensioen was. Want als je dus kunt wat je nog kunt, dan ben ik wel steeds wat minder gaan doen. Ja. Maar wel de dingen die ik wel heel mooi vind. En ik heb geluk, want mijn vrouw vindt het ook mooi. Hè? Dus als ik hier nou de hele dag zou zitten. Praten over voetbal en uw vrouw had er helemaal niks mee. Ja, dan gaan we het ook nog wel politiek hebben. Hè? Nee, maar zoals ik al eerder zei, ik had eigenlijk niet anders verwacht. Okay. Je hebt natuurlijk wel tussen deze lippen door, hoor je wel eens van meneer De Haan is gestopt met trainen. En dan zat ik te kijken en dan dacht ik altijd bij mezelf, ik geloof niet dat hij 100% helemaal afstand doet van het voetbal. Ja. En mijn gevoel was juist. Ja, jouw gevoel was juist. Wanneer hebben jullie elkaar voor het laatst gezien? Ja, toen Royston zijn boek werd geschreven,
toen is hij hier een middag geweest, samen met de schrijver. We hebben een sloepje gevaren richting Sneek, naar de Kappelsterpoelen. Ja, ik kan me herinneren dat hij een van de dingen die zei, wat is hier stil? Er zijn geen mensen. Nee, er waren geen mensen. Nou ja, hebben de hele middag, het was heel mooi weer, hebben we gezeten. Hebben wat gefilosofeerd over alles wat er was gebeurd en hoe het is gegaan. Nou, dat is het eigenlijk. Dus ik volg hem wel, want ik wist wel dat hij bij Kozakken Boys was. Daar heb ik ook allemaal goede herinneringen aan. Ik ben hem ooit met ACV, was toen top amateurclub uit Assen. Ze doen nog goed trouwens, maar ik ben een keer kampioen geworden van de topklasse toen. In Werkendam? In Werkendam. Oh, ja. Echt? Ja. 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 Ja, dus, en Hans Von komt uit de buurt, hè, daar uit de buurt. Dus dat, ja, en ik ben van sowieso een liefhebber van voetballen. Dus ik kijk altijd naar alle uitslagen. Hier in het noorden, ook gewoon tot en met de vijfde klas. Dat is bij in het westen niet zo, maar dan volg ik de top van het volg ik altijd. Ja, hij is echt nog... Ja. Voetbal liefhebber, verslaafd. Liefhebber. Echt, ja, nee, ik ben niet verslaafd. Okay, als het moet, dan kan ik ook wel gewoon. Ja. Maar ja, het is gewoon je interesse. Eén van mijn interesses. Ja. En toen jullie die dag bootje gingen varen, ik heb die reportage ook nog even teruggezocht. Mm-hmm. Aan het einde van de bootrit lag jij te slapen op de boot, las ik. Ja, dat was ook zo. Ja, het varen was ook wel... Maar had je ook vroeg van bed gemoeten, hè? Nee, maar het varen was ook zeer rustgevend. Het was heel rustig, ja. Het was heel rustig. Het was ook ergens in september of zo. Iets eerder. Augustus of zo. Ja, ik wou net zeggen, want het zonnetje scheen. Het was lekker weer. Het was gewoon mooi weer. Het was mooi weer, inderdaad, ja. En kunt u nog herinneren wat dan de eerste indruk was van een piepjonge Royston Drenthe? Kunt u eens omschrijven wat voor... figuur dat, ja, ik dat had, toen was. Je was altijd aan het zoeken naar een goede linkspoot. En Remy Reniersen, die was ook degene die altijd die had meer contact met de clubs dan ik had. Dat was eigenlijk mijn echte rechterhand, mijn verlengstuk. Die is fantastisch hoor. Gaat het goed met Remy? Remy gaat als assistent trainer met Jon Thomasson naar bondscoach van Zweden. Gefeliciteerd Remy. Dat is echt fantastisch. Als dit afgelopen is, moet u hem echt bellen en zeggen dat hij echt... een dikke knuffel van Royston krijgt. Ik heb een hele goede herinnering over. Ja, Remy is geweldig. Kerel. Ja. Nog, maar dat vind ik wel heel leuk, omdat het is een haakjes. Maar Thomasson heeft bij ons gevoetbald. En die, Thomasson, en, ja klopt. Ja, en goed gevoetbald. En toen van ons ging hij naar Newcastle, en toen naar Feyenoord, en toen naar AC Milan, en toen later weer terug naar Feyenoord, dacht ik. En Remy die was dus altijd assistent bij Jong Oranje. Ja. En dat heeft hij heel lang gedaan met opleidingen. En die is toen en Jon had hem gehad in zijn opleiding van trainer-coach. En die dacht van, denk ik, van die Remy is een goeie. Dus toen is hij bij Malmö, heeft hij ook de Champions League meegehaald, is Remy bij Jong gekomen, toen mee naar Engeland en nu mee naar Zweden. Mooi. Dus hartstikke mooi, echt hartstikke mooi. Nou ja, maar het gaat over jou. Ja, de eerste indruk van... ik had iets van... je was altijd aan het zoeken naar een goede linkspoot en dat was wel een beetje een probleem. En toen kwam Royston, ik denk via Remy, die had contact met Feyenoord. En toen kwam Royston en toen, nou ja, en ik keek ernaar. En toen was ik best wel overtuigd van, dit is een goeie. Als je keek naar zijn vaardigheid, was enorm. Echt, hè? Dus een vriendje worden van de bal, dat hoef je hem niet meer, dat was hij. En hij had een enorme energie, echt een enorme energie. En was snel, had een aardige voorzet, kon ook een goal maken als het moest. Eigenlijk het enige wat je moest doen is hem beteugelen. Dus eigenlijk zo'n beetje wild paard wat er bij je gaat. En die moet je beteugelen. Hè? Die moet je echt onder controle houden. Nou, en als dat zo was, dus een discipline op het veld. En op een gegeven moment ontwikkelde zich dat ook naar. Dan deed je precies waar hij goed in was. Nou ja, en een van de, dus in het toernooi met Jong Oranje speelde hij echt fantastisch. En wat was andersom jouw eerste indruk van meneer Daan? Nou, mijn allereerste indruk van de trainer was natuurlijk dat EK dat in 2006 werd gewonnen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk het team van trainer Foppe de Haan. En dat was natuurlijk ook het team met de grootste talenten. En waar ik op dat moment geen deel van uitmaakte. Snap je dus? Je kwam qua leeftijd al, had je er prima bij gekund. Maar dat hoeft niet per se. Hij was gewoon niet in de radar. Nee. Juist, precies. Het had best gekund, denk ik. Het had best gekund. Ik bedoel, want als je op dat moment al in het eerste speelt bij jouw club. Dan had je zeker in aanmerking gekomen om op dat toernooi te kunnen spelen. Maar het talent en de concurrentie was hoog op dat moment. En ik was nog niet zodanig op de radar dat de trainer zeg maar, niet onder mij heen kon. Maar dat was wel toen ik kennis maakte met zeg maar, trainer Foppe de Haan. Van, hey, zo, dat wil ik ook. Ja.
Begrijp je? Ja, ze deden het goed, dat EK. En natuurlijk liepen daar ook de grootste sterren natuurlijk rond op dat, op dat WK. Zoals Messi. Dat was op Olympisch Spelen. Ja. Ja. Nee, nee. In Nederland was hij toch... Oh, ja, dat WK van onder de 20. Ja. Toch? Daar was hij ook, toch? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ook gedaan. En daar, in 2007, kwam ik erbij. Ja. En 2006 was Ismael Sati. Huntelaar nog, geloof ik. En Schaars. Huntelaar. Ja, Huntelaar is Sati, Schaars. Nicky Hofs. Quincy Obusuabe. Maar Quincy was bij onder de 20. Die was toen bij Chelsea of ergens in Engeland. Arsenal. Maar die had ik niet bij Jong Oranje. Nee, klopt. Niet met mij meer. Maar daarvoor bij die onder de 20. Ja. Maar dat was ook een aardig team, hoor. Ja. Maar ik heb in mijn beleving was dat zeg maar ook de onder de 21. Zeg maar. Ja. Was zeg maar ook Jong Oranje. Dus jij maar dat was Nederlands elftal onder de 20. Ja. Dat werd ook zo genoemd toen de tijd. Ja. Dat was WK onder de 20. Dat was WK. Dus is Argentinië kampioen geworden. Argentinië inderdaad kampioen. Nigeria was tweede en wij verloren in de kwartfinale. Kwartfinale van Nigeria. Van Nigeria. Met penalties. Met penalties inderdaad. Ja. Maar ja, jij kent dus in ieder geval de naam al en iemand die successen boekt. Precies. Maar mijn eerste kennismaking, ja, ik weet niet exact meer hoe het is gegaan toen ik werd opgeroepen. Volgens mij kreeg ik dat te horen op de club. En ja, toen wist ik van oké, nu gaat eindelijk mijn kans komen om eindelijk een keertje echt met Jong Oranje te spelen. Om het feit dat ik ben in de jeugd van Feyenoord in mijn periode van 15 en 16 in de B, ben ik toen 2 maanden geschorst geweest. En zeg maar die jeugdelftallen. Waarom was je geschorst? Dat was toch dat incident wat ik had meegemaakt in Zwitserland met Marcel Bout. Die heb ik even niet meer. Ik ben 2 maanden geschorst geweest en daarna ben ik naar Excelsior gegaan, toch? Mm. Dat had daar allemaal mee te maken, dat zat in het pakket. Maar in die periode werd ik dus ook niet opgeroepen voor Nederlands elftal onder de 15, onder de 16, onder de 17. Ja. Ook gewoon ook een beetje als punishment voor hetgene wat ik had gedaan, zeg maar, toen in Zwitserland. En door trainer Foppen werd ik dus weer voor het eerst opgeroepen bij Jong Oranje. En hoe bereidde u dan zo'n team voor op zo'n toernooi? Want het was een belangrijk toernooi ook, omdat als jullie naar de volgende ronde zouden gaan, zouden jullie ook de Olympische Spelen bereiken. Hoe ging u daarmee aan de slag? Zo'n groep met jonge veulens, wilde paarden eigenlijk, zoals u hem net noemde. Hoe bereidt u zo'n team voor op zo'n toernooi in eigen land? Ja, maar het eerste wat je doet is kijken, hè, schouten. Je komt een groep van 24 jongens. En dan moet je het selecteren, dus we bleven uiteindelijk 18 over, denk ik, zoiets, misschien 20, 18. Nou ja, en je kijkt naar de posities, hè? Dus ik ben een grote voorstander van 4-3-3, het liefst met een links en een rechts buiten, en met een middenveld met de punt naar achteren, en met om en om lopende diepe middenvelders, nou dat... Dus daar selecteer je eigenlijk op, hè? En dan komen ze bij elkaar, en het eerste wat je doet is eigenlijk vertellen, bij elkaar roepen en oké, je bent hier niet voor de katse staat. Je bent hier, althans ik ben er en het jaar daarvoor waren we kampioen geworden. Dus dat heb ik ook gewoon, we willen weer kampioen worden. En ik moet zeggen dat Harry Been van de bond, die had het toernooi toen mee, was eigenlijk de man die zorgde dat het toernooi hier kwam. Die kwam een keer bij mij en zei, Foppen, je moet wel goed doen hoor, want het kost een hoop geld. Uiteindelijk leverde het een hoop geld op. Maar die zette er wel even druk op. Ik zie hem nog lopen zo over straat in Oranjewoud. Nu riep hij van, het moet wel goed hè. Nou ja, oké. Hebben jullie wel waargemaakt. Nou ja, en toen dus dan maak je een plan tot aan het toernooi. En dan weet je wel, dus je kon rondom de interlandweekend plan je oefenwedstrijden. Dus dan probeer je tegen goeie. Ik denk dat we tegen Duitsland hebben gespeeld. Duitsland was mijn eerste wedstrijd. Ja, dat was nog de tijd dat we Duitsland met 3 of 4-0 versloegen. Dat vonden we heel normaal. Ja, het was echt onvoorstelbaar. Het was in Doetinchem of zo volgens mij. Dat was mijn eerste wedstrijd trouwens. Ja, oké. Dat was mijn eerste wedstrijd onder u. Nu weet ik het weer, want ik zat net gisteren. En ik ben ook wel iemand die heel snel weet wie speelt. He, dus ik ben niet iemand die dan denkt van oké, of die misschien 2 of 3 posities wisselen. Maar dan houdt het ook op. Ik heb wel gevoel voor wie waar moet spelen, denk ik.
En ik hou ook niet van voortdurend wisselen of zo. Als ik dan een wedstrijd zijn, oké, die spelen en die en die. En er valt wel eens 1-1 of zo, we wisselen wel een keer door. Maar gewoon vastigheid. Nou, en dat heb ik in trainen ook. Dus ik train op vaste dingen. Dus groepjes die bij elkaar moeten voetballen, trainen met elkaar. Nou, en kijk, het probleem was dat sommigen... als je dan dat toernooi ingaat, dan komen ze uit de competitie. Er waren er ook wel bij, die waren gewoon slecht in conditie. Dus die hadden of te weinig gespeeld, of misschien wel te veel gespeeld. Mm. Dus dan moet je een soort... Dan waren we op Veluwe rand. Ja, dat was toch voordat we naar de Olympische Spelen gingen? Ja, ook. Maar dat was al een jaar later. Hè? Oh, dat was een jaar later. Ja. En dan kregen ze individuele opdrachtjes. Maar dat geldt niet voor hem. Maar er waren een paar anderen die gewoon er slecht op stonden. Dus die moet je bijfietsen. Nou ja, en toen was het in Oranjewoud en Tjada trainde in een prachtige plek in Langeswaag. Hè? Ja. Schitterend veldje tussen de bomen. Echt, was wel, ja, ik kan wel eindeloos vertellen, maar dat ging met Heeren Veen ook altijd trainen. Ja. Dan kwam de man die het trainingsveld had aangelegd, die zei van ik snap niet waarom je niet bij het stadion traint. Ja. En toen ging hij kijken en toen kwam hij terug en zei ik snap het wel. Ja, zo mooi. Maar dit is gewoon een prachtig veld en het is gezellig. Nou, en het stadion was gewoon wijd, toen was alles nog wijd en open en het waaide altijd hard. Maar het was een prachtige plek. Ja. Nou ja, en toen ja, en eigenlijk de eerste wedstrijd was tegen Israël. Thuis, hier in het Abelenza Stadion. Ja, hadden we getraind op een corner en maakte Maduro uit die corner, die waren getraind een goal. Dus was ik ook blij, want dat was gek op corners. Dus hoe je corners neemt, hoe je staat, hoe je... Nou ja, maar ja en eigenlijk was het dat was een fantastisch toernooi. En ik las ook iets dat jullie in de voorbereiding nog een keer geturnd hebben. Om, ja. Wat is daar ja, de reden? Jawel, maar... In Sportstad, bij het stadion, heb je dus een prachtige turnhal waar Epke Sonderland altijd heeft getraind. En dat ziet er perfect uit. Met de weken matten en met evenwichtsbalken op 50 centimeter uit de grond en op 1 meter 10 uit de grond. En rekstokken en zo. En een hele mooie mat. En normaal had je gespeeld en dan ging je op zondag ging je uitlopen in het bos daar of fietsen. Dat doe je altijd. Toen dacht ik van... Ja, eigenlijk is het veel leuker als je wat anders doet. Dus dat de kop anders is. Dus toen had ik met Tjalling van den Berg, was de turntrainer daar, een collega van CIOS. Ik zei Tjalling, en ik wist dat Tjalling is een mooie man. En die houdt ook wel van uitdagingen. Dan zei Tjalling, we komen een keer op die zondagmorgen met Jong Oranje. Kan je dat regelen? Ja, kon hij wel regelen. Nou ja, was echt fantastisch. Ik zie Babel nog staan op die evenwichtsbalk, zo'n stuk van de grond, hè, dus iets van 1,20 meter van de grond. Met de bal aan de voeten stond hij jong leren. Echt waar? Ja, echt waar. Dus je keek en allemaal gekke dingen doen met salto's en ik weet niet helemaal wat. Dus soms hield je maar in die weken matten. Maar kijk, dan ga je de turnhal uit en heb je een uur gedaan, ben je een ander mens geworden. In plaats van in het bos uitschokken, een beetje zeuren. Het was fantastisch. Je kon het met de bal doen, dus je kon ook allerlei dingen met de bal doen. Ja, en eigenlijk is dat het begin geworden van Tjalling heeft nou een vak ontwikkeld, dat noemt hij eco-coaching. Dus die verbinding tussen alle mogelijke sporten. En nou is er een hele grote groep jongens en meisjes uit de omgeving van Heerenveen, die gaat er op woensdag en op donderdag heen, die korfballen of voetballen of ijshockeyen. En die doen zo'n soort programma. En daar is het ontstaan. Ja, mooi. Nice. En jij was heel goed op de trampoline, heb ik gelezen. Ja. Dat jouw ding was. Ja, blijkbaar. Ja. Blijkbaar. Ik vond trampoline sowieso altijd al heel leuk. Maar ik weet ook dat de trainer sowieso zei, doe nou eens even rustig, voorzichtig. Ja. Jij was op de salto's. Jong, roekeloos, salto's, achtersalto's. Maar ja, de trainer denkt natuurlijk verder dan dat. We moeten nog een EK spelen, vriend. Ja, als je zo nu moet je gewoon je zinnen verzetten. En dat was fantastisch. Ja. En klopt het ook dat u altijd met die jonge gasten die dan binnenkwamen het volkslied even ging oefenen? Ja. Ik heb Henry, even niet rosten. U stond er bij ons op. Want meezingen. Ik weet, ja. Ja, dat vond ik echt. Dat was op een gegeven moment echt een dingetje bij ons. Want heel veel jongens van ons konden wel de basis van het volkslied. Maar gewoon zeg maar echt het hele volkslied meezingen was echt een dingetje. Maar de trainer stond erop van luister, we vertegenwoordigen Nederland. Ja. Iedereen zingt mee. Ja. Dat was echt. De trainer stond daarop. Nee, ik wil geen jongens zien. En bij de foto
ons teamfoto moest altijd rechte knie op de grond. Ja. Altijd. Niet met linker knie op de grond of niet. Ja. Moet maar opletten. Elke foto van de Jong Oranje zie je ons allemaal zitten met rechte knie op de grond. Dus ze luisterden allemaal goed. Het was allemaal, ja. Waren allemaal maar dat was de van de trainer. Maar dat is wel mooi, want hij had Henrico Drost erbij. Die kwam met Kampen, goed gereformeerd opgevoed. Dus die heb ik dat voor laten zingen. En ik heb ook nog uitgelegd wat het volkslied, wat de tekst, wat dat betekende, waar het vandaan kwam. Ja, anders dan weet je niet wat je zingt natuurlijk. Het is natuurlijk een waardeloze tekst, dat is wat anders. Ja. Ah ja, maar dat hoort er gewoon bij, vind ik. Ja. En uw plan met Royston op dat toernooi was in eerste instantie om hem gewoon als linksachter in te zetten, geloof ik. Hè? Ja, klopt. En die Drost kwam erachter, volgens mij. Sowieso. In eerste instantie speelden we met Drost en Vlaar in het centrum. Maar volgens mij raakte Drost ook geblesseerd, waardoor Kruik ging spelen. Ja. En Ismael Sati raakte heel vroeg in de wedstrijd van Israël geblesseerd, waardoor hij doorschoof naar de linkshalfpositie. Ja. En waardoor we dus zeg maar ook met een soort van valse links buiten gingen spelen. Ja. Want op een gegeven moment gingen we niet meer spelen met een echte linksbuiten. We speelden alleen aan de rechterkant dan, of aan de linkerkant met Daniel de Ridder. Ja, ja. En Babel en Richters dan eigenlijk soort van centraal. En dat ik dan zeg maar in de ruimte moest komen vanuit de linkshalfpositie op het moment dat we in balbezit waren. En balverlies, daar zakte ik uit. Maar dan was ik ook degene die zeg maar die vuile meters kon maken om die druk te krijgen op hun rechtsback. Ja. Ja, de Richters is nog een verhaal, hè? die deed ik er pas in de laatste. Hij heeft eigenlijk heel de voorbereiding niet met ons meegedaan. Ja, bijna niet. Eigenlijk geen wedstrijd, geen oefening. Ik was heel ontevreden over het aanvalspel. Ik hou van iemand die voor in de bal vasthoudt en de rest op kan sluiten. En dat hadden we ook nodig met dit soort types. Hè? Die dat een bal in kunt spelen en erbij kunt komen en zo. Nou ja, en Babel stond er en Babel deed het gewoon slecht. Vond ik. Maar Babel had wel gevoel voor de goal, kon een goal maken, zat ook dreiging in. Maar als je met de rug naar de goal speelde, dat was niet zijn kwaliteit. Dus ik dacht van oké, dan zet ik Babel eigenlijk op een soort 10-positie. Juist. En dan hij een beetje hangend schuin achter en de Ridder gewoon stijf aan de rechterkant. En dan Bakal eronder en Maduro eronder, dan is de controle. Nou ja, en dan kan Babel, het enige wat ik in verdediging opzicht moet doen, was de paas naar de diepste middenvelder van de tegenpartij eruit te halen. Op de achterste, en dat hij ertussen liep. Nou, en dat pikte die hartstikke goed op. En het ging lopen, maar die Richters die gingen doen. Nou ja, Riemer van der Velde die zei na afloop tegen me, van, ze waren allemaal, die journalisten, allemaal verbaasd dat de Richters speelden. Dus, maar het ging goed, dus je bent gelukkig, want anders hadden ze je afgebrand. Ja. Ja. Want we moesten echt switchen op een gegeven moment. Want we hadden eigenlijk de basis was eigenlijk al gelegd, zeg maar. De eerste was tegen Israël, hoe we gingen spelen, zeg maar. Ja. Het was natuurlijk een concurrentiestrijd tussen mij, Erik Pieters en Kelvin Jongapin op die linksbackpositie. Maar ons middenveld, daar was eigenlijk niet meer, kon eigenlijk geen speltje meer tussenkomen. Als Ismael Sati dat toernooi niet geblesseerd raakte, want dat was een van onze grootste talenten, was balvast, had inzicht. En je zag ook dat de dynamiek tussen Ismael Sati en Otman Bakal zat goed. Otman Bakal had neusje voor het tussenkomen bij de spitsen. Ja, Ismael Sati is super controlerend en Maduro was gewoon het blok erachter. Dus daar was eigenlijk, als die allemaal fit bleven, dan was daar, wat de trainer al zegt, trainer houdt van vastigheid. Dus dan zou daar niet heel veel wisseling in komen. Nee. Niemand. Maar ik weet nog wel dat anderhalve week tot 2 weken voor het toernooi speelden we nog een uitwedstrijd. In VVV Venlo Stadion. Ja. Ik weet alleen niet meer tegen wie. Ierland. Tegen de Ieren. Ja. Ierland. Ja. Juist. Ierland. En toen zei de trainer ook tegen mij. Ja, je wil linkshalf toch? Royston, linkshalf. Laten we eens even zien. Het was tweede helft. Ik speelde eerste helft linksback ook. En tweede helft mocht ik linkshalf spelen. En toen, dat bekroonde ik met een goal. Oh, zo? Dat bekroonde ik met een goal, dat weet ik nog heel goed. Waar u in uw hoofd sowieso heeft opgeslagen van oké, dat kan die ook. Ja. En dat is de reden waarom ik zeg maar beloond werd van linksback naar linkshalf op het EK. En ja, toen we zagen dat we eigenlijk zo goed gingen. Want de eerste wedstrijd, die spelen we gelijk tegen Israël, toch? Nee, 1-0 gewonnen. 1-0 gewonnen, ja. Die winnen we. Kopbal van Maduro. Maar ja, die tweede helft. Tweede tegen Portugal. Portugal. Groningen. Ja, was een winnende van Richters met assist van mij. Ja. Die hadden Nani in de ploeg. Nani. Dat was een goede ploeg. Oef. En dan moesten we echt aan de bak. Dat had hij vaak gezegd in de kleedkamer. Hij zegt, deze jongens, Nani had net getekend bij Manchester United. Ja, 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 die had ja, al getekend bij Manchester United. Die had Verlosso. Dat was echt, die maakte een goal tegen ons jongen. Een vrije trap. Ja. Daar kon geen haarspel tussen. Nee. Bizar. Maar die speelde toen de tijd bij Sporting Lissabon volgens mij. Je had Moutinho.
Die Manuel da Costa van PSV. Manuel da Costa. Ja, hij was een aardig ploegje. Ja, dat was echt een goed ploegje. Wie was volgens u eigenlijk het grootste talent van die oranje lichting waar we het nu over hebben? Dat jaar 2007. Bij wie had u het gevoel, die gaat het verste komen? Voordat het toernooi begon? Nee, gewoon ja, van die generatie. Gedurende het toernooi. Ja, wie vond u het grootste talent? En we hebben het al over Asati, die viel af met een blessure. Ja. Maar Asati was echt een groot talent, vond ik. Ja. Echt een groot talent. Was zo goed voetballen. Kan ik beamen. Die was in het jaar daarvoor in Portugal, vond ik hem van alle middenvelders die daar speelden, was Asati 17, was hij echt de beste. Met onder de 20 toch? Of dat jaar daarvoor? Nee, bij 2006, bij onder de 20, was hij 17 en speelde hij dus met Schaars en Demi de Seo. Exact. Hij speelde rechtshalf. Exact. Goed. Maar hij speelde toch ook, dat WK onder de 20 had hij hem er toch ook bij? Was Afelai. Ja, klopt. Ja. Maar die kon ook aardig voetballen hoor, nou goed. Ja. Maar ik vond dat hij echt de mogelijkheid had om heel ver te komen. Ja. Dus ik vond hem een... Kijk, talent is altijd een groot woord, hè? Dus je hebt aanleg. Dat is wel goed. Talent is meer dan alleen maar aanleg. Hè? Dus wat doe je ermee? Hoe ontwikkel je de bereidheid om te leren? En je omgeving waarin je terechtkomt. Dus alles met elkaar maakt eigenlijk of je... De capaciteit hebt om een goede voetballer te worden. Ja. Je omgeving, daar is niet onbelangrijk in hoor. Nee. U heeft wel eens gezegd, als Royston zich op de linksback positie had geconcentreerd, ja, had hij wel 10 jaar... Had hij 10 jaar in Nederland zelf gespeeld. Eigenlijk wel, is eigenlijk uw schuld dan. U heeft me een beetje die linkshalf positie getrekt. Geitje. Daar zit leven altijd zo. Iemand schuld hebben. Hij heeft me zeg maar dat die soort van... Wij praten niet over schuld en boete. Hè? Nee, zeker. We hebben het gewoon over hoe het is gegaan. Hè? Precies. Nee, maar u weet ook, ik heb aan u alleen maar een fijn gevoel. Elke keer als ik maar word gevraagd, omdat heel veel mensen zijn natuurlijk nieuwsgierig naar hoe dat zeg maar was. Hoe zeg maar hoe mijn beleving was rondom trainer Foppen. En ja, ik heb daar alleen maar fantastische herinneringen aan. Ook gewoon om het feit dat... ik kom natuurlijk uit een Rotterdams milieu en wij houden daar wel van what you see, what you get. En dat heb je heel erg met deze trainer. En dat had je toen de tijd ook al, begrijp je? Ja. Het was niet een trainer die zich anders voordeed dan dat hij eigenlijk was. Of die zich bijvoorbeeld hier altijd heeft geleefd in het Heerenveen en die zich dan voor ging doen als bijvoorbeeld een Amsterdamse trainer. Het was gewoon van... begrijp je? Maar je hebt wel heel veel trainers die gaan op een gegeven moment kijken naar andere trainers en die willen dan ook een bepaalde soort image voor zichzelf creëren, omdat ze dat natuurlijk... dat bij hem past. En trainer Foppen was altijd trainer Foppen. Ja, mooi. Begrijp je? Direct, maar ook heel ingetogen. Hoe was de sfeer in die groep? Want ik kan me voorstellen, u was op dat moment... Was ook heel vaak wennen voor de trainer. 63, de sfeer. 63 jaar en dan zo'n groep met allemaal van die paar jongens bij elkaar. Daar heb ik nooit last van gehad. Ik erger me ook niet zo snel. Nee. En als ik wat vind, dan zeg ik het ook. En eigenlijk was het best wel... Het gebeurde een keer met de zuster van een van die stoppers, die van AZ, die lange jongen, Ryan Donk. En zijn zus kreeg bij hun huis, werd aangereden door de auto, kwam het ziekenhuis terecht. En toen was er, en dat kwam dus wel binnen de groep terecht. En toen wilde Roy de keeper. Boy Waterman. Boy Waterman, die begon zich ermee te bemoeien en zo. En toen moesten we dingen. Maar toen werd het gewoon klaar. We doen het zo, zo en zo. We steunen elkaar. En jij mag even weg. Want hij mocht die vrijdag weg. Moet zaterdag voetballen. Dus vrijdag weg naar het ziekenhuis waar zijn zus in lag. Want ze zeiden, het bericht was dat het heel ernstig was. Achteraf viel het gelukkig mee. Maar hij erheen. Mocht een nacht thuis blijven en weer terug. Was niemand die erover mekkerde. Was gewoon zoals, eigenlijk, zoals ik vind dat moet. En hij was gewoon een goede stopper. Dus dan kan je zeggen van ja, nou is hij mijn nacht weg geweest uit de groep, dan zet ik er een ander in. Maar zo zit ik niet in elkaar. Nee. Oké, we maken daar een goede afspraak over. Jij komt terug, kan je spelen? Ik trainer kan spelen, dan speel je. En er was ook nooit geen gezeur over. Dus dat was eigenlijk was wel een prima groep. Ja. Heb jij nog een moment dat je te binnen schiet dat je sowieso echt hard gelachen hebt? Nou, niet hard gelachen, wat ik al eerder zei. De trainer was een persoon die was heel direct. En ook zeg maar de stereotype. Dutch coach. Als je opgroeit zeg maar, in de Nederlandse opleidingen en alles. Je speelt bij een Heerenveen of bij een goede BVO. Vroeger waren gekleurde schoenen was een no-go.
Ja, dat was gewoon, zeg maar, elke trainer zei dan tegen van, hey, doe jij eens even een normale schoen aan. Doe maar gewoon zwarte schoen aan. Of, en alles. En ik weet dat ik kort voor de periode dat ik bij Jong Oranje kwam, tekende ik bij Nike. En die hadden kleurrijke schoenen. Ja, juist, maar ja, elke dag hadden de schoenen al. De nieuwe Total 90's kwamen uit, maar die kwamen uit in het wit-zwart. Dat was de mooie degelijke, maar die kwamen ook uit in het geel. Ja, zilver had je die ook toch? Zilver, maar de gele en de wit-zwarte waren uitgekomen. Maar Nike stond erop dat ik ook die gele ging dragen voor toen. En ik weet nog, af en toe kwam die naast me staan. Jij gaat deze toch niet aandoen, deze? Ik heb ze één keer aangehad op het toernooi. Voor de rest heb ik alleen in die zwart-witte gespeeld. Maar gewoon om het feit dat ik van tevoren al wist van als ik ze aan ga doen, de trainer gaat 100% er wat van zeggen. Ja. Snap je? Terwijl als je kijkt naar in het buitenland, zie je die jongens eigenlijk op allerlei soorten kleuren spelen. En niemand die er wat van zegt, maar hier in Nederland is dat echt iets van, jongen, doe nou gewoon normaal, dat doe je al gek genoeg. En ja, daar was de trainer ook echt van. Dus dat vergeet ik sowieso nooit meer. Toen ik die gele schoenen aan deed, ik weet, het was de tweede wedstrijd. Was tegen Portugal, had ik die gele schoen aan. Weet ik niks meer van. Heb je niet aan, de klap blijkbaar niet aan geërgerd of zo? Nee, ergeren. Nee, maar dat is, je moet je verbazen, hè? Niet ergeren. Hè? Nee, precies. Sowieso. Ik kan me niet echt heugen dat ik me. Enigste wanneer ik denk ik echt getriggerd was, dat was toen we terugkwamen om te beginnen aan het Olympisch Spelen. Toen vond hij dat we niet fit genoeg waren. Ik, Johnny, en ik vond dat ik wel fit genoeg was. Maar hij had natuurlijk alle finesses qua cijfers. En hij zegt, nee, toen was het zo. En nu is het zo. Jullie gaan lekker bos lopen. Ja, ja, dat klopt. Mijn nummer was afgepakt. Mijn nummer 8, waar ik zeg maar Europees kampioen was mee was geworden. Dus ik kreeg nummer 15. Dat was iets wat me zeg maar wel geraakt had. Maar het was wel de juiste manier om mij te triggeren, zeg maar. We gaan het straks over die Olympische Spelen hebben. Tijdens dat EK 2007 werd eigenlijk heel Nederland een beetje verliefd op dat elftal. En hoe u er ook mee omging. Ik kan me ook nog herinneren dat ze op een gegeven moment tijdens een uitzending van Jan-Joos van Gangelen. Met de taarten. Dat er ineens twee. Daar zat de trainer ook in het complot. Nee. Was het met Ron Vlaar afgesproken? Ja, met die taart, ja. U werd geïnterviewd en. Oh ja, maar u wist dat het zou gaan gebeuren. Kijk, toch? Elke avond was er een interview, zo'n talkshow, zal ik maar zeggen, kort. Met Jan Joost. En we zaten er in Hilversum met een paar naar te kijken. En die dan ook commentaar gaven. En toen werd hij inderdaad kreeg een taart op zijn. Op zijn bak. Had hij ook verdiend hoor. Maar daar was jij niet bij, jij was niet een van die. Nee, ik wist dat het ging gebeuren, maar ik zat niet in het complot, zeg maar. Was Vlaar. Vlaar, ja, Ron Vlaar. Ja. De wat oudere jongens. En uiteindelijk was de spannendste wedstrijd misschien wel van dat hele toernooi, was natuurlijk die halve finale. Engeland. Tegen Engeland. Ja. Ja, Nigel Rio Coker is meteen de naam die mij naar binnen komt. Nigel Rio Coker, maar sowieso wat mij altijd is bijgebleven, natuurlijk die penaltyserie die zo lang duurde. En dat op een gegeven moment dat we eigenlijk ook weer eens een nieuwe kant van de trainer meteen te zien kregen. Want we waren wel gewend om zeg maar een trainer te hebben die echt recht door zee was. Maar we hadden hem nog nooit zo gezien. En dat was het moment dat eigenlijk iedereen een penalty moest nemen. En ze wouden dus de jongen die geblesseerd was, ik weet niet meer hoe die heet. Aanvoerder. Die aanvoerder, die wou dus niet nemen omdat hij dus Zogenaamd geblesseerd van de tegenpartij? Van de tegenpartij van Engeland. Dus, en toen kwam de trainer het veld in lopen van nee, zo werkt het niet. Er waren 11 geweest. En toen kwamen dus weer nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hij was misschien wel nummer 5, dat weet ik niet. Maar toen deed hij het niet, omdat hij zei dat hij geblesseerd was. Dus dan konden zij iemand inschuiven, die dus een hele goede panel zou nemen. Mm. Dus, en dat hadden we aan de kant in de gaten. En dacht ik, wat doe ik eraan? Dus dan ben ik het veld ingelopen. Yes. Naar die scheidsrechter. Ik zeg hem wel zo. Die scheidsrechter. Hij moet nemen. Ja, ik zei. Maar hij maakte hem wel. Hij maakte hem wel. Ja. Ja, dat was fraai. Ja, dat was fraai. Maar die Engelse trainer zei allemaal tegen me, je had wel gelijk. Dus die vond dat ik wel terecht dat ik er wat voor zei. Ja. Wij zouden het niet doorgehad hebben. Wij zouden het zeg maar niet doorgehad hebben onder natuurlijk die zenuwslopende serie. Ja, het was duurde 26 tot 27 penalties toch? 32 heb ik geleden. 32, kijk daar. Ja, het duurde 3 kwartier. Bizar. Ik las wel dat iemand miste wel aan in het begin van de serie. Ik miste mijn eerste penalty inderdaad. Ja. En de tweede wel? Tweede maakte ik inderdaad. Ja. Tweede maakte ik. Kun je nog iets herinneren van die spanning? Dat je, voelde jij die druk van het. Ja. Dit is nog wel een van de spanningen en druk die ik nooit zal vergeten in mijn leven. Ook als het zo lang geleden. Maar ja, dat is een pot die je natuurlijk nooit meer vergeet. Omdat op het moment dat je die pot wint, die penaltyserie, weet je ook dat je zeg maar Europees kampioen gaat worden. Dat gevoel
had ik gedurende het gehele EK toen het begon niet. Ik wist wel dat we echt kans maakten, omdat we een hele goede groep hadden. Maar dat je er zo dichtbij was, dat ging pas echt leven. Als je een penalty serie wint van 32 penalties, zelf ook nog eentje mist. Dan nog een keertje overnieuw mag en een mat. En dat op een gegeven moment Gianni Suiveloon dan die winnende maakt, dat was echt bizar. Echt, was, ja, was een van de mooiste feelings in mijn carrière. Om het feit dat het is pril, je bent op dat nog Feyenoorder, maar je weet hoe graag je dan zeg maar gewoon wil kunnen zeggen van wij zijn Europees kampioen geworden in Nederland. Dus ja, die druk was hoog, die spanning was hoog, maar uiteindelijk pakt het goed uit. Want jullie wisten, hierna komt Servië, dat is in principe... Ja, niet per se omdat het Servië was, want uiteindelijk staan ze ook niet voor niets in de finale. Maar die positiviteit en die drive wat je meeneemt van die wedstrijd en die penaltyserie. Want je moet denken, wij stonden achter tot aan de 87e, 88e minuut. Dat Mesio Richters die 1-1 maakte. Dus gedurende die wedstrijd, op een gegeven moment, de trainer aan de zijkant ook. Ik was een type die veel ballen erin slingerde vanuit de linkerkant. Dus op een gegeven moment was het ook gewoon continu inslingeren. Die laatste minuten erin gooien die ballen. We hadden geen geluk. Dus ik was ook tot aan van volgens mij gaan we nu echt eruit. Je bent ermee bezig. Mm. En die ommekeer dus dat we die 1-1 maken en toch nog met die penalty series winnen. Ja, dat was gek. Dus de turntraining en de voorbereiding die kwam van Mesio goed van pas. Volgens mij, we beseften allemaal niet dat gebeurde. Valruk door, hè? Ja, het sloeg ook eigenlijk nergens op. Mesio was zeg maar, tot de dingen waar wij dachten dat hij niet capabel toe was. Hij had alles op dat toernooi zeg maar, ja. wat we nog niet van hem hadden gezien. Ja, klopt. Bizar. Ja, want bij veel jongens had u zoiets van niet te snel naar dat buitenland, maar bij Mesio had u zoiets van hebt gelijk pakken dat geld. Er waren een paar bij waarvan ik verdacht, dan, het is beter om te blijven, maar ik Mesio een gefeliciteerd en zei inpakken wij weer. Die komt niet nog een keer voorbij. Nee, dat krijg je nooit weer. Nee. En hoe gingen die feestjes eraan toe na zo'n winst? Zeg maar, je bent jong, onbezonnen, was dat echt, je zei net het beste gevoel dat je tot dan toe... Toen ik Europees kampioen was? Ja. Zoals je weet, dat 90% van de selectie van trainer Voppen kwam niet uit deze omstreken. Snap je, we waren allemaal Rotterdammers, Amsterdammers, jongens uit Arnhem en alles. Maar ja, we waren wel hier. Dus volgens mij zijn we naar Groningen gegaan toen wij Europees kampioen zijn geworden. Ik niet, jong. Nee. Toen wij Europees kampioen geworden zijn, die dag zijn we niet meteen naar huis gegaan. We moesten nog wel overnachten. De zondag hebben we in Heerenveen zijn we gehuldigd. Juist, onze vriendinnetjes mochten bij ons komen. Dus de trainer gaf aan van oké, jouw vriendin, of die mogen blijven. Want we hadden nog de huldiging daarna. Ja. Dus er was een mogelijkheid om dan zeg maar als groep zijnde of Heerenveenstad in te gaan of Groningenstad. En dan de volgende dag was nog het feest op het plein. Ja. En wat ging u die avond doen? Gewoon thuis? Ik ben volgens mij trouwens... Wij hadden hier, volgens mij ben ik gewoon... De dorp had een feest. Mm. Daarom. Dus dan ben ik hier in de plaatselijke kroeg. Dat was een feestje. Een soort huldiging. Huldiging, ja. De straat was versierd. Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja. En die zomer daarna, wat er dus gebeurde is... Op een van die avonden is die cabaretier, die Marokkaanse cabaretier, hoe heet die? Najib Amali. Ja. En die begon tegen hun, we hadden China gehaald, hè. Ze van nou die Chinezen worden gewaarschuwd, want alle fietsen worden gestolen. Ja, dat was ik helemaal vergeten. Die had hij ook nog eens uitgenodigd. Ja. Trainer wist wel de triggers te vinden inderdaad. Ja. Maar dat was ik vergeten trouwens. Ja. En jij maakte toen werd jij gebeld door, door wie allemaal niet. In ieder geval door hele grote directeuren van over de hele wereld. Klopt. Jij ging naar Madrid. Hoe heeft u die stap ervaren? Had u zoiets van geweldig of dacht u al, dit komt misschien een beetje te vroeg? Daar heb ik later wel over nagedacht. Toen dacht ik van, eigenlijk is dat te snel. Eigenlijk beter een tussenstap kunnen maken ergens. Dat je weet wat het is en hoe het went. Maar goed, als je de kans krijgt om naar Madrid te gaan. Ja,
Dat dacht ik later, hè. Mm. Kijk maar, als je naar Ødegaard bijvoorbeeld kijkt. Nee, niet Ødegaard, hoe heet die? Bij Arsenal. Ja, Ødegaard, Die is bij Heerenveen bij Madrid begonnen, toen uitgeleend. Uitgeleend is bij Heerenveen geweest, toen weer. En nou doet hij het fantastisch. Dus ja. Die heeft het, als het ware, maar is ook een andere jongen. Maar heeft de tijd gehad en misschien wel genomen op de kans om zich echt op een goede manier door te ontwikkelen. Door te ontwikkelen, nou, dat is bij Royston, denk ik, voor zover ik ernaar kijk, niet echt gebeurd. Nee, klopt. Nee, dus dan jezelf te veel op druk opleggen, te hoge verwachtingen, de omgeving heeft te hoge verwachtingen, alles met elkaar, zorgt dat je in een soort draaimolen komt waar je bijna niet meer uitkomt. Ja. Nou ja, en denk dat dat, als ik het goed beschrijf... Nee, u beschrijft het helemaal... Denk dat dat is gebeurd. Ja. Dus toch een beetje te vroeg achteraf. Hè? Dat heeft ook met je eigen emotie te maken, met je eigen, hoe je bent. Ontwikkeling buiten het veld. Ja, of je al groot genoeg bent om dat te kunnen dragen. Exact. Ja. Nou ja, klaar. Want zag u hem ook veranderen toen hij vervolgens weer terugkwam? Toen hij terugkwam naar de Olympische Spelen was je veranderd. Eigenlijk kan je, dat is overdreven een beetje, maar ik hield van hem. Hè? Je houdt nog steeds van me, toch? Ah, heel erg. maar die jongen die dit was en hoe hij zich gedroeg en zo. Kijk, je kon dingen met hem regelen. Dus hij lag bij Daniel de Ridder op de kamer en dan moesten ze even uitrusten. En dan kwam de Ridder bij hem en zei, Royston, die rust niet. Die zit de hele tijd aan de telefoon en dit of dat. Dan zei ik tegen hem, van, dat moet je wel even doen en je moet voor de goede orde. Dan ga je er 20 minuten heen en dan kom je daarna hier en gaan met z'n tweeën tafeltennissen. Nou, ik heb wat met hem getafeltennist in de hal van het hotel. Nou ja, of boven in die ruimte. En dat kon je met hem regelen. Ja. En toen hij de tweede keer, of niet de tweede, maar toen bij de Olympische Spelen was het gewoon anders. Was gewoon een... Hij was niet makkelijker geworden, hij was eerder moeilijker geworden. Hij had een beetje zijn eigen wereld. Nou ja, en ik heb wel gepoogd om hem uit die wereld te krijgen, maar achteraf vond ik dat me dat niet is gelukt. Niet echt is gelukt, laat ik het zo zeggen. Ja, jij blikt tegenwoordig ook steeds vaker terug op wat voor gekkenhuis je eigenlijk hebt meegemaakt in je leven, hoe dat ineens op zijn kop kwam te staan. Kun jij je ook voorstellen wat Foppen zegt, dat je toen in een jaar zeg maar wel anders was geworden? Ja, dat je... het was niet eens een jaar. Nee, het was niet eens een jaar. Wanneer vertrokken we naar China? 2008. Maar het was wel een jaar. Bent in 2007 weggegaan. Ja, en China was in de herfst of in augustus van 2008. Augustus gingen we weg inderdaad, ja. Dus het nieuwe seizoen ging net starten en wij gingen toen naar China. Dat was ook een waardeloos moment. Bij die Olympische Spelen zijn dan, maar voor voetbalclubs en voor voetballers was het eigenlijk een waardeloos moment. Het is wel een grote eer om erheen te kunnen, maar de voorbereiding loopt, de eerste competitie begint en dan moet je in augustus moet je 6 weken weg, want daar kwam het op neer. Hè? Ja. Dus dat is wel een gewoon, als je kijkt naar hoe het voetbal over een jaar is dat wel een hele slechte periode. Ja. Ja. Heeft u een specifiek voorbeeld waaruit blijkt van dat hij toen hij naar Real Madrid was gegaan, waaruit blijkt van ja, dat was heel anders dan de jongen daarvoor? Dus ik had altijd de gewoonte, als ze er waren, dan ging ik even met ze zitten. En dan ging ik ook met hem zitten. En dan zat hij tegenover me en deed hij anders niks dan met dat beroemde horloge. Zo, en maar draaien, en maar draaien. En ik keek ernaar. Royston, heb je een nieuw horloge? Dat is dus buiten mijn wereld. Hè? Want ik ben helemaal niet luxe of helemaal niet. Dus eigenlijk heb ik er nog geen enkele belangstelling voor. Nou ja, maar hij vond het eigenlijk heel belangrijk. Dus heb je een nieuw horloge? Ja, trainer. Maar weet je niet wat het is? Nou, dat weet je veel beter dan ik het weet. Maar dan zei hij van het bedrag wat het kost. Hè? En wat kost het dan? Ach, ik dacht van... Ik ben, kan je het nog niet voorstellen? Oh, ik weet precies hoe die dit aankaart, maar gewoon... Toen had ik iets van, jongen. Want dat was een horloge, heb ik gelezen, 80.000 euro. Jij was er blij mee toen. Ja, hij was er wel blij. Ik was er heel blij mee. Hij wilde het ook echt laten zien. En vervolgens gingen jullie naar China toe. Hoe was dat? Welke herinneringen komen er boven als je denkt aan die trip naar de Olympische Spelen in China? Ja, ik kreeg trouwens de vraag van Dave trainer. We hebben geen enkel moment in het Olympisch dorp gezeten, toch? Alleen in hotels, toch? Toen was er een moment dat we eventjes... Voetballen was gewoon hartstikke slecht.
Dus we begonnen in Tianjin, dat is een van de havensteden voor Peking en voor Beijing. En toen moesten we naar een plek, dat is bijna op de grens met Noord-Korea. Dus in de eerste plek hebben we 2 wedstrijden gespeeld en toen daarheen 1 wedstrijd maar. Dat was tegen Japan, dacht ik, of tegen de USA, dat zou ook kunnen. USA, en dus door die ronde USA, heen. Japan. En toen moesten we naar Shanghai. Nou, dus we vlogen 2 uur, toen vlogen we 3 uur vliegen naar Shanghai. En toen gingen we eruit tegen Argentinië. Maar dat was echt doodzonde. Nou ja, en toen kwam de halve en de finale, die kwamen in Beijing. Dus wij hebben Beijing nooit gezien. Ja. Mm. Daar was het Olympisch dorp. Ja. Ja, wij zaten in een hotel. Ja, wij zaten in een hotel. We zaten in Shanghai in een enorm hotel samen met Argentinië. En er waren 600 kamers en er waren van ons 30 kamers en van de Argentijnen 30 kamers bezet. En van tot achter de kom op beveiligd. Als je eruit kwam had je iemand met een geweer bij je. Echt waar? Ja. Ja, en wat herinner ik mij er nog meer aan? Oef. Het luxe van de hotels inderdaad, ja. Want ik weet nog dat echt binnen de groep waren we continu aan het praten over die soort van elektrische wc. Je kon op knopjes drukken in de wc en ze hoefde je billen niet te vegen en echt te checken. Het was toen de tijd al zo high-tech, we spraken daar continu over. En ja, gewoon ook die massa mensen. Of, hele andere wereld. Onvoorstelbaar. Die massa mensen, dat was niet normaal. Ja, daar schrok ik zelf van. Ik weet dat er zoveel mensen zijn. Wow. Maar waren we niet eens in de grootste steden, want wij waren natuurlijk... Maar Shanghai is wel een grote stad. Ja, Shanghai is inderdaad de grootste stad. Maar waar we de eerste wedstrijd voetbalden, waar waren we toen? Tianjin. Ja, dat was toch... Maar daar was het heel benauwd. En heel vochtig ook. Dat was echt pollution. Hè? Dus zijn we nog gaan wandelen langs het water. Ja. Dat weet ik nog, ja. Toen zei u ook van dat die vochtigheid was echt... Het was drukte gewoon op. Ja, ja. Ja. En ik dacht van, we moesten s'avonds om 8 uur voetballen, hebben we geluk bij. Maar er zaten 60.000 mensen in het stadion, staan vol. En de eerste wedstrijd was dus om 6 uur. En de tweede wedstrijd om 8 uur. En om 8 uur was het nog veel benauwder. Door die mensen, maar het ging helemaal niet weg. Mm. Maduro, die kon 20 minuten voetballen. En dan kwam hij naar de kant en dan kon hij niet meer. Ik snapte er niks van, maar het was wel zo. Ja. En waar jullie dus die liefde hadden op dat EK 2007, was dat in 2008, was dat... Dat was wel een beetje afstandelijker. Ja, want u begon zich een beetje te storen aan... Aan mijn gedrag. Ja. Heeft u daar een voorbeeld van, wat hij tijdens dat toernooi deed, of waarvan... Dat weet ik niet meer, hoor. Ik was gewoon, zeg maar, anders aanwezig dan dat ik, zeg maar, aanwezig was in mijn eerste periode bij Jong Oranje. Hij was op zichzelf. Dat is het beste voorbeeld. Mm. Echt op zichzelf. Dus hij ging zijn eigen gang een beetje. Je moest hem erbij trekken. En bij dat eerste keer was je een beetje de voorloper. Hè? Ja. Dus dan nam je andere mensen mee. Kom op, positief of wat dan ook. Ja. Dus op een positieve manier. En nu was hij, oké, ook zo. Hè? Niet meer dan dat. Moeilijk te bereiken. Minder goed bereikbaar. Ja. Minder goed bereikbaar. Te lang in mijn teleurstelling blijven hangen natuurlijk. Zoals ik al eerder aangaf, ik had nummer 8 op het EK. Ja. Begrijp je? Ik had op het week en op het Olympische Spelen had ik nummer 15. Volgens mij heb je wel alles gespeeld. Ik heb alles gespeeld, ja. Maar dat was, zeg maar, die soort van trigger naar mij. Dus van, jij komt niet fit terug, want mijn nummer is toen... Ja. De trainer gaf altijd de nummers aan van tevoren voor het toernooi. Ja. En toen zag ik ineens geen nummer 8. Dus natuurlijk, bij mij is een ego dingetje. Dat was een beetje mijn wrok naar de trainer op dat moment. Van, oh ja, mijn nummer afgepakt. Ja. En wat deed hij? Toen gaf hij me 15. Maar ja, 15 had ik ook al bij Real. Maar ik had helemaal niks met dat nummer 15. Nee. Weet je toch? Maar dat was voor mij, dat was me pijn gedaan rond die leeftijd. Dus dat was een beetje mijn wrok naar de trainer gedurende het toernooi. En wat de trainer ook zegt, en je zit gewoon in een... eigen wereld. Ik was natuurlijk speler van Real al. Ja. En op dat moment, Ryan had de overstap gemaakt naar Liverpool. Maceo dan naar Blackburn Rovers. Maar eigenlijk was er niet heel veel gebeurd rondom onze richting. Die dan, zeg maar, hele grote stappen hadden gemaakt. Behalve dat ze nog steeds wel bij topclubs in Nederland speelden. Maar dat was het eigenlijk ook zo'n beetje. Mm. Als ik kwam, dan wouden mijn teamgenoten weten, wat gebeurt er daar allemaal? Begrijp je? Nou ja, dan maak je ook nog zo'n goal bij je debuut. Dus het wordt er niet beter op met het ego strelen, snap je? Dus bij mij was dat niet de goede voeding. Je voelde je de grote man. Exact.
En ik voelde me al de grote man zonder zo'n goal laat staan. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat was niet goed voor zeg maar het medicijn Royston. Nee. Ja? En het medicijn Royston was eigenlijk exact was wat het was toen ik net bij de Jong Oranje kwam. Dat ik me nog moest bewijzen. Begrijp je? Die concurrentiestrijd. Ja. Het leergierigheid, het focus. Ongelooflijk belangrijk was plezier. Het plezier in exact. In beleven. Ja. Jullie gingen er uiteindelijk uit, zeiden jullie net al, tegen Argentinië, klopt, kwartfinale. Klopt. Een elftal met Lionel Messi, Di Maria, Riquelme, Agüero. Riquelme was inderdaad Cordoba, de oudere speler waar wij... Garay, ze waren er allemaal. Gago. Ze waren er echt allemaal. Allemaal. Ja. Waar wij Sibon mee hadden, hadden zij Riquelme mee. Dat was ja, Sibon deed niet eens mee. Nee, hij deed niet mee, maar hij was wel met ons mee. Hij was er wel, maar hij was geblesseerd. Ja, klopt. Ja. En Makai was ook geblesseerd. En we hadden Kuya Lins meegenomen. We hadden Roy Makai meegenomen. Ja, Roy Makai. Sibon. Sibon en de stopper van... En Kuya Lins. Ja. Kuya Lins. Ja. Ja. Die speelde ook niet. In die wedstrijd zaten ze alle drie niet in de basis, nee. Nee. Maar, dus eigenlijk speelden we toen met een wat jong oranje was. Ja. Klopt. Want in die wedstrijd speelde ik linkshalf op Fernando Gago. Ja. En ik had ook opdracht, Messi, zeg maar. Messi speelde aan de rechterkant, maar was de hele tijd aan het switchen met Di Maria. Ja. Dus maar, ik kwam ze continu tegen. Voelde het voor jou op dat moment ook een beetje, je had die transfer naar Madrid gemaakt, Messi was de ster van Barcelona. Die game, ik speelde al een jaar in Spanje, ik kon natuurlijk de helft van hun groep. Fernando Gago was mijn teamgenoot, maar ik had sowieso altijd al mot met Fernando gedurende dat jaar. Fernando was een van die spelers, dat was niet mijn vriend binnen Real, snap je? En ik merkte het echt die wedstrijd. Die wedstrijd was die typische Argentijn. Dus zeg maar die flair die we horen te hebben als teamgenoten, die sowieso niet. Messi was sowieso aartsrivaal nummer 1 van mij. Gago was dat. Begrijp je? Dus die wedstrijd was sowieso voor mij van die wil ik echt winnen. Nou ja, ik speelde die wedstrijd ook met. De enige die nieuw was op het middenveld was ook Jonathan de Guzman. Ja. Die speelde met mij bij Feyenoord op het middenveld. Met hem speelde ik samen die wedstrijd. Ja. En die dynamiek ging goed. We speelden een goede pot. En ik kon die wedstrijd beslissen. Ja, we speelden heel aardig. En we kwamen er 1-0 achter. Yes. En toen maakte Bakal 1-1. En toen was de tweede helft, toen waren zij de kluts kwijt. En toen kreeg ik die kans 1-1. En toen kreeg jij die enorme kans. Kijk, als ik word nooit ergens wakker van. Maar als ik ergens wakker van word... Vorig jaar had je dit anders gedaan. Vorig jaar zou je ineens gewoon tegen de touwen schieten. Juist, daar word ik nog wel een keer wakker van. Maar ik loop het deze keer. We hadden Olympisch kampioen kunnen worden. Als we die hadden gewonnen, hadden we 100%. Brazilië zouden we verbrijzelen. 100%. Argentinië was ook de tekst tegenstander. Als je die zeg maar, dat zo had gedaan, hadden we. Maar dat is allemaal achteraf. Maar in ieder geval, dat was ook zo'n moment. Dat de trainer was eigenlijk nooit een type trainer die echt zeg maar één speler uitpikte om hem zeg maar een brander te geven. Nee. En dat was de eerste keer dat hij me eigenlijk een soort van voor de groep apart nam. En eigenlijk duidelijk zei van, vorig jaar had jij deze bal 1-1 100% tegen de touwen gepakt. Ja. Hij zegt, Loppie. Moet je je voorstellen, ik zit op de bank daar en hij schiet, dus ik zat gewoon achter zijn schot. Je dacht, ik schiet mezelf maar in. Maar. Ja, God almachtig. Maar ja. Maar dat is dus een beetje wat de trainer bedoelt met, hij zat in zijn eigen wereld. Ja. Het was allemaal mooi en ik bedoel van wat ik heb achieved, ik ben er trots op. Maar als je gaat kijken waar de kern lag, de kern van mijn succes, dat is natuurlijk... Mijn jeugdopleiding bij Feyenoord, maar mijn succes is dat EK. Dat is de kern van toen ik zeg maar stappen. Daar kennen ze je allemaal van. Ja, als ik ergens ben en ik heb hierover, moet ik wat vertellen. Dan vertel ik geen gekke dingen. Maar dan beginnen ze allemaal over Royston Drenthe. Dus ze beginnen niet over Bakal of zo, maar ze beginnen over Royston Drenthe. Ja, dat was natuurlijk de knuffelbeer van Nederland. Ja. En na dat toernooi, Royston ging verder bij Real Madrid. Zijn carrière ging niet in de stijgende lijn, alleen maar omhoog. Zakte ook wat af. Hoe heeft u dat van de buitenkant beleefd? Heeft u soms het gevoel gehad... Ik heb Royston wel eens gevraagd, hoe gaat het met Royston bij Madrid? Minister heeft me daar wel eens wat over verteld, niet vervelend of zo. Maar die had er wel oog voor. Hè? Die had ook wel een beetje zorg voor je, of niet? Ja, zeker. Ja. 100%. Is een goede kerel. De eerste 3 maanden was eigenlijk Ruud degene die onze translator was. Want wij kwamen natuurlijk als broekjes, ik, Wesley, binnen de club. Maar een woordje Spaans, dat konden we nog niet. Nee. En Ruud zat er natuurlijk al een tijdje en die kon al vloeiend Spaans. Ja.
Dus die moesten eigenlijk elke trainersbespreking doen. Maar zaten wij naar Ruud te kijken, wat zegt de trainer? Ja. Maar ja, na twee maanden zag je op een gegeven moment ook wel aan Ruud van... Oké, jongens, het is nu al genoeg geweest. Ja. Jullie gaan maar lekker Spaanse les volgen. Het is goed met jullie. Ja, daar had je helemaal gelijk aan. Maar u kreeg van Ruud wel een beetje mee van... Jawel, heb je wel een keer een verhaaltje gehoord of zo. Over feestjes en een wild leven. Ja, dat hoefde ik. Maar oké. Maar goed, kijk, het gaat zoals het gaat. Ja. Dat is zo. En daar hebben we de vorige keer in die boot ook een beetje over gehad. Heb je er nou spijt van? Of vind je dat? Nou ja, uiteindelijk denk ik, als mijn leven zou zijn met zijn kwaliteiten, ja, dan had ik met mijn manier, dan had ik het anders gedaan. Veel meer uitgehaald dan, denk ik. Maar Royston is Royston. En Royston heeft het dus gedaan zoals hij het heeft gedaan. Nou, toen heb ik ook gevraagd, heb je er spijt van? Nou, toen dacht ik ook van, oké, kan ik wel dingen roem benoemen en misschien wel dingen met het verwijten of zo, maar dat is mijn taak niet. En bovendien vind ik dat ook niet, want het is zijn leven. Ja. We zijn nu 6 jaar verder dan die ontmoeting op die boot. Sta jij er nog ook hetzelfde in? Of denk je nu al soms van, had ik toch anders gedaan? Of toch wel lichtelijke spijt ergens van? Of denk je nog steeds, ik heb het mooiste, ik heb een geweldig leven geleid. Het is wild geweest, maar... Ik heb sowieso een geweldig leven geleid gedurende mijn carrière. Maar ik ben blij dat ik nu zeg maar zodanig switch kan maken en afstand kan nemen van voetbal op mijn manier. Want voetbal zal altijd mijn leven blijven. Maar als je gaat kijken naar die 6 jaar geleden, bijvoorbeeld dat ik in de boot zat, wat ik geleerd heb, tenminste, wat ik niet eens over geleerd. Maar als je gaat kijken alleen naar die periode van 6 jaar, en als je gaat kijken waar ik nu sta als man zijnde, had ik zeg maar niet verwacht dat ik, zeg maar, dat ik zo open zou staan zeg maar, voor ontwikkeling van mezelf buiten voetbal om. Snap je? En op dat moment krijg je natuurlijk zo'n vraag, heb je spijt van datgene wat je hebt gedaan? Nee, omdat dat is echt een epoca die ik ook gewoon wel waardeer, maar ik wil daar niet continu op blijven teren. Nee. En toen de tijd had ik nog steeds wel het gedacht van, omdat je bent nog steeds bezig met voetbal, je hebt het stukje voetballen nog niet losgelaten. En dat is voor mij altijd echt een hele grote opgave geweest. Ik ben dan nu sinds november echt gestopt met voetbal. Maar in mijn hoofd... Had ik zeg maar het nog niet losgelaten. Omdat je laat pas los op het moment dat je het gevoel hebt dat je niet meer kan. Dat je niet meer kan belopen. Of dat je lichaam zeg maar echt het signaal geeft van je wilt wel, maar het gaat niet meer. Nee. En mijn manier van voetbal, ja, dat kan alleen maar als je topfit bent. Ik ben een type, ik hou van druk zetten, ik hou van een tegenstander op zijn flikker zitten. Maar zo wil ik ook altijd voetballen in mijn hoofd. Maar als jij dus niet fit bent, dan kan jij 10 keer willen voetballen zoals dat mijn manier is van voetballen. En ook de manier waarop ik groot ben geworden, maar dat gaat niet werken. Mijn manier van voetballen gaat alleen maar als je topfit bent. Ja. Fit zijn is niet genoeg voor de manier waarop ik voetbalde. Nee. Dus qua spijt, nee, ik heb geen spijt van de dingen die ik heb gedaan. Had ik het anders kunnen doen, zou ik het anders doen als ik waarschijnlijk de bomlevenservaring heb die ik nu heb? 100%. Had ik andere keuzes gemaakt? 100%. Maar spijt hebben van hetgene wat ik heb gedaan, wat ik toen de tijd wist rondom die leeftijdscategorie, dan ben ik te streng voor mezelf. En dat heb ik vaak genoeg, heb ik ook vaak zat gedaan in keuzes die ik heb gemaakt, dat ik mezelf voor mijn kop kon slaan. Maar ook nu, bijvoorbeeld in therapiesessies en whatever, en ook met familieleden in momenten dat we met elkaar praten, wordt er heel vaak aangegeven van, je hoeft niet te streng voor jezelf te zijn, want dat heb je al lang genoeg gedaan. Ja. Dus dat is ook hetgene wat ik doe, zeg maar. Je probeert gewoon te evalueren en te profileren voor jezelf van, oké, het waren niet altijd de beste keuzes, maar what about now? Wil jij blijven staan of wil jij eventueel doorontwikkelen? Sta je open voor ontwikkeling en sta je ook open om een beter mens te worden in deze maatschappij en in deze wijde wereld. En dat is nu mijn doelstelling. Ja. En dan kan voetbal me eigenlijk gestolen worden, want familie en gezond zijn en nieuwe mensen leren kennen en het lief zijn voor elkaar, dat is voor mij veel belangrijker dan alleen een spelletje voetbal. Ongeacht er geen mooie spelletje is. Ja. U wilde erop inhaken, dacht ik. Nou ja, dat vind ik wel. Kijk, als je het gaat om nu. Hè? En het gaat om de toekomst. Hè? Dus, en ik vind dat Royston het nou eigenlijk fantastisch kan verwoorden. Wat hij heeft meegemaakt, dat heb je een plek gegeven. Ja. Je kan het is klaar. Huppakee. En nou, heb ik het heel lastig mee gehad. Ja, dat kan maar het feit dat ik het nu kan en voel dat ik het kan, merk ik ook dat ik er makkelijker over kan communiceren. Ja. Hm. Als jij met mij 3-4 jaar geleden bijvoorbeeld aan tafel ging zitten. Had je het gebeld? Communicatief.
zou ik het misschien wel weten, maar ik zou het niet loslaten. Omdat ik niet capabel was om mijn gevoel... ik was niet capabel om mijn gevoel met jou te delen. Ongeacht ik misschien wel wist dat je het met me meende, maar daar was ik gewoon niet. En ik merk nu dat ik zeg maar een soort van satisfied feeling haal uit communiceren. En uit gewoon je verhaal doen. En dat mag soms zijn dat het verdrietig is. Mag soms zijn dat het blije verhalen zijn. Maar het hoeft niet altijd maar altijd broodje aap verhalen te zijn en hoe gezellig het was. Mm. Ga maar een beetje dieptegang zoeken. En ik merk dat ik daar veel meer Royston uit haal. Omdat deze kant kennen mensen ook niet van me. Begrijp je? Ze hebben altijd maar een beetje de harde Royston gekend. Maar dat is niet hetgene wat ik altijd maar ben geweest. Snap je? Ik ben ook maar gewoon van vlees en bloed. En... dat heb ik zelf ook moeten ondervinden, want ja, wat ik al eerder aangaf, ik kom natuurlijk uit een buurt, uit de Rotterdamse buurten. En ja, daar was het vroeger van, ja, mannen huilen niet, dit en dat soort uitspraken. En inmiddels weet je dat echte mannen wel eens huilen. Juist, precies, snap je? Ja. Het is niet erg om je gevoel op een andere manier te uiten. Nee, natuurlijk niet. Dat is hartstikke goed. Ja. Nou, eigenlijk vind ik dat je nu een compliment verdient in Royston, hoor. Dankjewel, trainer. De wijze waarop je dat kunt uitleggen en ik, aan je kop kan ik zien dat je het vindt, ja. Hè, dat je het echt meent. Dus dat hartstikke leuk. Nou, dankjewel, dat vind ik echt een heel mooi compliment, want ja, het feit, kijk, je bent natuurlijk zelf bezig met heel veel dingen ondervinden voor jezelf en je maakt nog steeds fouten. Mm. En daar ben ik mezelf ook heel erg bewust van, ongeacht ik zelf ook papa ben en dat soort dingen, maar als je dan die erkenning krijgt van iemand die je lief hebt, zonder er eigenlijk om te vragen. Kijk, dat zijn een beetje de triggers waar ik naar op zoek ben. En dus dank je wel bij deze. Oké, okay, graag gedaan. Voor je compliment. Graag gedaan, jongen. Ja. Wordt gewaardeerd. Dus er is heel veel liefde geweest op de EK 2007. Er is vervolgens even kort wat irritatie geweest. Maar als ik ook naar u luister... Dat laatste vind ik ook bij het leven horen, hoor. Ja. Dat hoort, kijk, dat geeft je ook gewoon... Dat hoort bij het leven. Dus het gaat niet altijd zoals jij graag wilt. Soms wel en soms niet. Nou ja, en dan gebeurt er wat. En dan moet je dat een plek kunnen geven. En als je dat kunt... En je kunt er ook zo over praten, dan is dat hartstikke prima. Dat is klaar. Ja. De mooie herinneringen die blijven veel. Ja, ik heb daar hartstikke een mooie herinnering aan. Echt hele mooie herinneringen. Ik vond kijk, als je over die. Kijk, ik heb bij Heerenveen ook een fantastische tijd gehad. Dus eigenlijk, als je naar mijn voetbal, wat ik heb gedaan in mijn leven, zal ik maar zeggen. Dan heb ik eigenlijk alleen maar mooie dingen meegemaakt. Dus ik ben bij ACV kampioen geworden. Bij top amateurclub. Toen naar Heerenveen. Eerst minder en toen alleen maar beter, 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 beter. Toen Jong Oranje. Toen Kaapstad. Ja, en dat was ook fantastisch. En een geweldige avontuur in Tuvalu. En toen ben ik ook nog bij de vrouwen geweest. Ja. En dat was ook bijzonder. Kijk, niet iedereen zal dat doen, hè? Want dat moet je ook wel een beetje zijn zoals ik ben. Hè? Want 40 jaar trainer, de baas. En dan gewoon een drie kwart jaar assistent trainer worden bij de vrouwen. Ja. Maar het was ook wel een beetje een andere rol, hè? Maar het moest een naam hebben. Maar ja, het was wel fantastisch. Ja. Nou ja, dus... Het leven is geboren voor verrassingen. Hè? Ja. Ja. Als afsluiten, want de tijd zit er een beetje op. Wat is de mooiste herinnering die jullie toch wel aan elkaar hebben? Als jullie denken aan die tijd met dat Jong Oranje, is er dan een bepaalde foto, een bepaald beeld? Ja, zeker wel. Voor mij, mijn mooiste herinnering was sowieso ook... kijk, voor ons was het natuurlijk hartstikke fantastisch dat we Europees kampioen werden. Maar die kerst op de taart was natuurlijk die druk... En die zenuwen die ons opgelegd waren, de wedstrijd tegen Portugal. En waar ik die assist geef op Mesio Richters. En dat ik naar de bank rende. En de trainer echt... Ja, maar daar heb ik een foto van. Ja? Want ik heb boven een kamer voor mezelf, zal ik maar zeggen. Een soort studeerkamer. En daar hangt die foto hangt er. Ja, dan zie je de trainer ook echt zo. Je ziet, daar zit blijdschap in. Daar zit alles in. Ja, met Rinus Lauwers. Want de trainer was niet, wat ik al aangaf, was niet de uitbundige trainer die continu bezig was met mekkeren of zwaaien in de handen, maar daar zag je hem echt. Ja, dat was wel heel mooi. Wie deed het? Ja, dat is een heel mooi moment. Ja, zeker. Ja. Dus dat, en dan ook nog eens de foto toen we echt Europees kampioen werden in het Euroborg stadion, ja. Waar ik de beker in mijn hand heb en dat ik de trainer omhelst en dat we beide in de camera kijken. Een hele mooie foto. Ja. Dat zijn voor mij... Ik weet dat die herinneringen goud waren. Ja. En ik weet wat het voor ons betekende om bijvoorbeeld ons te plaatsen voor het Olympische Spelen. Ik weet wat het voor ons betekende om Europees kampioen te worden. Maar ik weet ook de tijd en energie die hij heeft gestopt in de groep. En om ons zeg maar elke keer maar weer te triggeren
om het juist te doen. En ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier van scouting, een bepaald soort team in elkaar frutselen. Want ja, je kan een hoop goede voetballers bij elkaar droppen, maar dat hoeft niet zomaar zo te zijn dat je een draaiend team krijgt. En hij was capabel om ons er doorheen te halen en ons nog een keer. Want ze hadden natuurlijk ze hadden dat EK daarvoor gewonnen in 2006, maar ook nog een keer in Nederland te winnen. Ja, mooi. Ik zie verder bijna in het huis zo 1, 2, 3 niet echt veel voetbalherinneringen, maar het is wel een heel mooi beeld dat dan boven nog een foto hangt. Ja, dan moet je daar een foto van maken. Dat moet je mijn vrouw dadelijk even vragen. Dat jullie heel lief vragen. Maar ik moet nou echt weg. Ja, ja. Heel erg bedankt. Ik vind het wel heel jammer, Royster, maar ik had er wel graag een hele dag met je willen zitten, jongen. Maar het is zoals het is. Het is zoals het is, inderdaad. Kijk, maar jij begon ook met te laten komen, hè? Ja. Dat is een goede afsluiter. Dat is inderdaad een goede afsluiter. Heel erg bedankt. Zeker. Jongen, bedankt. Ga je goed, hè? Ja.